I see the world and the world sees me. Dit kinderrijmpje is Olga's mantra. Dat vertelde ze me tijdens een coaching. I see the world and the world sees me. Het kinderrijmpje is Olga's mantra. En dat heeft niets met haar kindertijd te maken, zoals ik eerst dacht. Olga is CEO van een grote uitgeverij. Ze functioneert in haar werk gewoon goed. Olga heeft een solide karakter. In haar leven waren geen grote problemen, ook nu niet. Maar in haar werk voelt Olga zich vaak enorm tekort gedaan. Olga wil gezien worden, of eigenlijk. Olga snakt naar erkenning. En nu vertel ik je een wetenswaardigheidje. Jaren geleden bevroeg ik een paar bevriende CEO's elke vrijdag over de belangrijkste momenten in hun werk van die week. Ik deed dat een week of zes, zeven. En ik ontdekte dat de gebeurtenissen die zij benoemden als fijn, leuk, memorabel, zonder uitzondering te maken hadden met de erkenning voor hun werk. Hoe betekenisloos dat werk op dat moment voor henzelf ook leek. Inderdaad, CEO's zijn net mensen, ik hoor het je denken. Mensen met gewone zwaktes, met onzekerheden en verborgen angsten. Ze falen, ze maken fouten, ze hebben ondersteuning nodig. Maar hun positie in de organisatie is niet gewoon. CEO's lopen een enorm risico om te vereenzamen. Oké, okay, niet zoals de arme drommel driehoog achter in de grote stad, maar wel vereenzamen in het normale mens zijn, in hun verlangens en behoeftes. We kennen allemaal de piramide van Maslow. Sociaal contact, erkenning, waardering, zelfrealisatie. Om dat te ontberen, hoef je geen arme drommel te zijn. Leidinggevenden zoals Olga weten best dat ze moeten, moeten zien te dealen met positional distance. En andere emotionele zaken, maar hé, hey, ze moeten ook doodgewoon aan de slag. Als CEO heb je immers meestal iets veel belangrijkers te doen, en om en nabij de helft van de leidinggevende, pimme niet vast op een paar procent, faalt in meer of mindere mate in zijn of haar job vanwege de, laten we het zomaar noemen, isolatie. Want dat is het uitblijven van erkenning, natuurlijk feitelijk, isolatie. Niet gezien worden, niet gewaardeerd. Want gez wie gezien wordt als bijna onmenselijk, die mist de aansluiting en die is niet goed op de hoogte. Met Olga ben ik aan de slag. Ze voert het begrip erkenning nu actief in of actief door in de organisatiecultuur. En Olga zelf is ook te zuinig met het instrument erkenning. Wil je ook aan de slag? Boek om te beginnen een 15-minuten call in Mijn Agenda. De wereld is Ziet jou. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, Boardroom Monk. May you be truly happy.